plugging in the trap to run and tell them that. Slugging in the trap to run and tell them that. Thank you.
объяснению. Een hele goede avond allemaal. Welkom op deze maandagavond 7 mei 2018. Net de klok van 6:30. We zijn er weer. Hoe is het met iedereen? Op deze hele mooie zonnige maandag. Holy crap. Fucking 27 graden hier. Bah. Veel te warm. Voor mij hoeft het allemaal niet. Oh, een graad of 20 vind ik warm genoeg. Kan ik lekker een t-shirt gewoon open? Hier bij mij binnen stond het dus ook alweer 24 graden, dus... Ugh. Nou, het is maandag, dat betekent Indie Maandag. En ik ben zo gehyped vanmorgen. Pillars of Eternity 2. Ik heb een klein stukje doorgespeeld, offstream. Omdat ik was wist, of zo goed als ik wist eigenlijk, dat ik hem niet uit zou spelen meer in de tijd die ik had. Dus ik denk, dan doe ik dat maar een beetje offstream terwijl ik aan het werk ben. Althans, toen ik vanuit thuis moest werken, afgelopen vrijdag en van het weekend. Dus, dat is helemaal goed gekomen. Maar, zonder verder ado, we gaan vanavond beginnen met 9 Parchments. Ik weet alleen nog niet hoe lang ik gespeeld, dat zien we wel hoe leuk het is. En daarna hebben we nog een andere indie game, die heet Imperatum. Hoop dat ik het goed zeg, geen idee. 9 Parchments is een game van, moet ik even goed zeggen, Frozenbyte.
En die zullen jullie waarschijnlijk wel kennen van de Trin-series. Dus ik ben benieuwd waar ze dit keer mee gekomen zijn. Nou, zullen we in ieder geval eens even starten. Zoek maar uit. Ondanks dat het lekker nummer is. Ja, ta 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 ta. Nvidia Physics. Nou, yippie. We hebben geen Nvidia. Audio. Muziek wat je zegt. Headphone mode. Subtitles. En wat voor events. Oké. Oh, dat is een ding al. When your spells hit your allies, you take damage. Oké. Wat? Apply auto aim to mouse. Zo. Circle all players. Oh, arms. Arrows. Oh. Skin indicator. Salomon. Visuals. FPS cap. Medium, ja. En Windows, highest quality. Die zit maar uit. Die start dus prior to apply some settings. Oké. Okay. Dan gaan we dat meteen even doen. Maar gewoon een game die gewoon in Windows start. Holy crap. Even kijken, single player. Maar doe maar gewoon normaal dan. We'll find the parchments together. Oké, wat hebben we hier? Select character. Cornelius Kramsteed. Greetings. Gislam of Aquilon. We'll find the parchments together. Okay, we'll get the way. Ice beam, small fireball, and dead circle. Okay. Greetings. Dive magic, or as a healing spell. Lightning spray. Dead beam. Okay, dus het is of fireball of the healing spell eigenlijk. Ik denk dat ik voor een healing spell ga. Oh, is allemaal gelokt. Oké, okay, no hat. No staff. Ik had hier gewoon geklikt, maar gebest. Most teams are double your base damage. Once again, our story began at the Astral Academy, where young wizards from all over the world gathered to learn magic. Students at the Academy were learning their basic spells under the guidance of the great wizards. They were to completely master their old spells before earning new ones for their spell books. It was time for yet another spell test. Okay. It's the Astral Academy Stargazing Test. Checken hier. Dus linker muis doet dus die live zetten. Later game you can spend your checkers earn skill points here. At this point you can open your skill tree with E. Oh, ik heb alleen nog maar die live spel. Oké. Interessant. Opposite elemental spells are vulnerable to each other. Fire and ice, light and death, lightning and steam. Collecting Astral Academy's enchanted coils will be worth your wow.
have one last chance per level. When everybody is dead, one student is randomly resurrected. Link's powerful ability. Fix it, and catch them room. Oh, wow. Equip him, change your hat and stop. Oh. Hardy commenced the mural of the Academy's headmaster. Part of the wizarding exam, if you only had not slept through that lesson, you might have any idea what to do. Yeah. Oh, you need. Oh! I'll proceed to the classroom. You can rearrange your spell wheels with left and right. Oh, sorry. Unlock new characters by finding their staff and completing their unlock quest. All spells have their own mana and cooldowns. You can find health and gain experience points from chests hidden around the world. You can fight with your bare hands or staff with right mouse button. Okay. There's like a bunch of people. Did we complete the test? You are all disqualified for advanced studies until further notice. Now, you must stay here and practice. For how long? Forever, if you must. You will practice until your magic is safe. Until I'm convinced you're not all walking magical hazards, just waiting to explode. That's probably nothing. So the Astral Academy's mystical spell parchments were scattered into the faraway corners of the world. In all this chaos, however, the clever young students saw an opportunity for some illicit hands-on studying. All they had to do was to go out and collect spells until they had all their 9 parchments. Level complete. Oké, niet dat we wat we gedaan hebben, maar. Assemble your shoes. The sooner I complete my spellbook, the sooner I can return to Alcyon. The Astral Academy is not as vile as I first thought it would be, but nothing compares to home. And in Alcyon, they wouldn't allow for such chaos and explosions. En dus co-op. Ik wil wel voor 1 out of 5 of zo. Thank you.
level up. And level 3. Get out! Oh, oh. That was easy to say, boy. Because I'm not too much fine. Feline war. Lo and behold, they found a lift. Oh, well. I got pushed. Yeah.
geen kistjes, geen krul, niks. Mighty new star. Is 6% damage dealt returns as healing. 3% crit chance. 5 seconds after blinking. Still hit, but you blink. Hey, that's cool. Whoa! Awesome. Do not cast the beams. Check and beam stop? Check and beam stock. Focus towards unlocking Cornelius the Forester. Oké. Geen idee wat het precies was. Of het feit dat ik nu die andere beam raakte waardoor hij die ene mod raakte. Of dat het een bepaalde combinatie was tussen bepaalde beams. Oh, hi. Blinkbaar. Oké, duidelijk. Ja, wel. Dus niet. Hmm.
Oh, dat is echt gewoon twee gemist. Ik heb er gewoon echt twee gemist. Ja. Wensenwereld 3. Maar nog een check. Dat vind ik wel een hele fijn. Oké, okay, ik dacht dat ik toch wel dat jullie gekeken had, maar schijnbaar dus niet. Don't forget Pichu. Old ruins fascinate me. Dat was even goed, makkelijk. The tropical cliff sides housed some very interesting bridge contraptions. Okay. Ooh. Is this the oil tank? I'm on the thermal spot. Kijk. Oh, een lekker kist. Nou, wat mooi.
rust in wel dan deze dit mag. Kijk nu. Hij heeft het allemaal uit. Alleen de spintering een beetje vervelend. One of the elusive parchments was surely near now, but little did anyone know what was lurking ahead. Breathtaking seaside vista was not the only thing to give pause to anyone admiring the horizon. A beast of some terrifying sort had also taken a liking to the missing parchment. Wow. Ik heb wel heel deze keer voor vaak die paletzooi. Hoe lang blijft die zooi liggen? Focus was unlocking Cornelius de Kronpower, 2 van 3. Luister, final points and spires from used up. Vocal poison power and touch the power of webs and emits a wave of death magic. Light will shoot out the lightning bolt, dealing damage and stunning the target. The bolt also jumps to other nearby targets. Thank you.
3. Chances 8. Bio-healing. Okay. Wizard's Lantern. That enormous mantis was a delight one can have too much of. But I demonstrated what this Witch of Alcyon's made of. Oh? Well? It's our last chance! Nasty dinger. Level op. Ja, dat doe ik vandaag. You had always to go. Wow. Okay, that was nasty. Mm-hmm.
Hier is ook een spel. Oh, soms niet echt moeilijk te zien. Dat op zich wel. It seemed the only way forward was down. Wauw. It's our last chance. Nog zijn best naast die eigenlijk. Ja, best moeilijk. Wat is nou het verschil tussen... Even kijken. Waarom zit er Ik weet niet wat dit jaar is, maar... Oh! It's our last chance! Ja, er is dit jaar in alle games... een geweldig geworden ofzo. Thank you.
dark wheels gevonden zijn nou. Kijk maar. The sunny day on the beach dragged on hot and long, with yet no new parchment in sight. Eerst een mob pakken, ik gewoon al mijn laatste stance weer. Mooi. Dat is mijn last chance. Last chance, last stance. Cool. Operated these lifts out here in the wilderness. How did the gates open? Were they equipped with touch sensors? Oh, wow. Parchments were momentarily forgotten, as haphazardly found itemry became their number one focus instead. Wow, okay. Kan ik dus niet wegschieten of wat nog? Ooh.
fucking nasty mob zijn er. Hé, wat kan ik zeggen, wat ik weet. Oh, how about that? Zo, kan ik niet aan potjes kunnen kiezen. The soft velvet night fell upon an empty seaside tourist resort. Its customers having fled the onslaught of crazed creatures. Thank you.
last chance. Waar waren dat verschil? Oh wow, heel mooi. The heat of the tropical beach hadn't dissipated, even if the hour was dark and late. But it could be ignored for the sake of the parchments. Mm-hmm.
Oh, ow. Using lightning for such a lot of lost copper. Ow. Okay. Give them their quills. Oh. An arena. And so it happened that suddenly the adventure took an unexpected turn to an ancient gladiator arena. Oh. Thank you.
Lightning beam. What curious new lands these are. So different from the verdant Alcyon. Got them all bumpages, man. Wow. Yes. It's our last chance. You had always cheered. Better than that.
Oh yeah. Yep. After what I've come up, haven't we even any anyway? Let's will. Is it leader up some backside? Wow. Oh, they come. Level done. Even een lampje aanmaken. Zo. Night was descending fast upon the tundra, bringing along with it the coldest of breezes, the ever-frozen winds. Ow. Dus de spellen, dat is niet even wel welk spel waar zit, maar ja, I dig it. Haha.
Yep, but how does that play? Yeah, we're in the delivery ball. Temperature dropped as the sun hit behind the hills and snow began to fall. And death. Yeah.
ik hem daar ook mee. Dat was niet helemaal de bedoeling. Lovely. A new staff. A new staff. For whom staff is that? Ice spell charges. Oh, I have no ice spells. Boom, headshot. Ow. Maar een beetje afstand houden. Ik wil niet blinken, dan had ik geluk. Chess van 0 van 3, wauw. The decaying steps descended upon yet another dangerous path, which would hopefully lead the apprentices to a new parchment. Geen idee wat die aura inhoudt. Een mana regen ofzo. Auw. Thank you.
Lightning. Stick. Slow down. Thank you.
seemed like a perfect time to focus. You deserve a nice round of 50% effective use of the blinking. Focus on finding new accessories. Lightning and death. Interesting. Die mocht je moeten kijken. Fire resistance, blink fire damage. Time to focus on finding new accessories. Vers naast met de sporter dan wat ik kan lopen. Zie je? Ik word gewoon bijna standaard door raken. Wauw, dat is gewoon echt nasty dit. Holy crap zeg. En ik irriteer me aan die streep alsof ik niet de juiste hertz heb ofzo.
Gisland ground her teeth together, determined to get through this, whatever it was. Wow. It's our last chance. Wow, serieus. Het ging zo makkelijk en over. Gisland ground her teeth together, determined to get through this, whatever it was.
Dat doe ik. Verhaal. Oh, dan begin ik ook gewoon hier. Fuck off. Serieus. Gisland ground her teeth together, determined to get through this, whatever it was. Nee, het is wel een leuke om met meerdere mensen te doen. Dat gaan we zeer zeker op een later tijdstip nog een keer bekijken. Dat was in ieder geval Nine Parchments. Hele leuke game. Ik weet alleen niet content-wise of dat heel lang speelbaar is. Maar ja, het is een co-op game, dus dat maakt het dan op zich wel weer heel leuk. Dan gaan we eens even kijken naar Imperatum. Dat is de tweede indie game die we hebben voor vanavond. Even mijn titel en zo aanpassen. Goed getypt. Waarom heb ik die site gedaan? Wauw. Basically. Ja. Mm-hmm.